de Ringland. Hallo, welkom bij de kadenemoeder van KRC. Henk, Billy is weg. Dus we moeten het zonder Billy doen, maar dat is geen probleem. Henk heeft nog veel talenten. Die hebben nog veel goede spelers, dus dat moet wel lukken. Oké, we vullen mijn naam in. Arne Roze, en we gaan dan over naar het begin van KRC Henk. Dat toch al een tijdje niet meer in de play-off 1 of aan de subtop draait. Het gaat bergaf, het gaat netelijk standaard niet zo goed meer met KRC Henk. Hoe komt dat? Ja, dat vragen ze er allemaal af, maar niemand weet echt een antwoord. Misschien miskopen, misschien niet meer zo goede spelers zoals vroeger met Kevin van den Berg, met Kevin de Bruyne, met Thibaut Courtois, dat waren Houten Tijn, met Brada, Ogun Jimmy. Dat waren Houten Tijn, dan was het KRC Henk dat iedereen nu mist. Maar daar gaat het helaas nooit meer terugkomen. We spelen professioneel, interactieve transferonderhandelingen. Transferonderhandelingen, sorry. En dan Beşiktaş wedstrijd om PP. Die gaat dus ook weg. Oké, dat weet ik nu nog maar. Uitnodiging voorseizoentoernooi, die hebben we helaas afstaan. We hebben die gedaan met Anderlecht. We hebben daar veel tijd in gestoken. Dus het duurde lang tegen dat het seizoen begon. Dus deze gaan we helaas afslaan. Oké, dan de tabellen. En we kijken naar een inleenbod. Voor Dante van Zeer. Heeft interesse getoond over te nemen op basis van uitleiding voor dit seizoen? Oké, dat zouden we straks bekijken. We kijken naar het selectieteam. Vukovic, Jakkers, Mata, Maite, Noorwegen, Sebastian de Waas, ja, die ken ik wel. Aido, maar het zijn bijna allemaal nieuwe. Brabeck, Nastic, Kahamas, Uronen, Bertje, Zebby van Zeer, Zehova, Thomas Buffel, dat is de legende. Ik vind het echt spijtig dat zijn vrouw is overleden, maar... Trossard is er ook bij. En Schrijvers. Samotta. En Karelis, ja. Dat zijn allemaal grote, goede spelers van KRC Henk. En die hebben we echt nodig voor dit seizoen. Voor dit seizoen ver te brengen. Oké, okay, we spelen in een 4-4-1-1. Maar we gaan daar straks nog een keer naar kijken. En we hebben een mobiele rating van 80. Ontslagkosten voor Malinkovski. Oké, okay, dat gaan we een keer zo dadelijk bekijken. Omslagkosten voor het transferbod voor Alejandro Pozuelo. West Ham United heeft interesse tot in de aankoop van Alejandro Pozuelo voor een bedrag van 16 miljoen euro, dames en heren. 16 miljoen euro, dat is echt enorm veel geld voor die speler. En we kijken naar het klassement. En dat ziet er hetzelfde uit. Antwerpen, oké, okay, een nieuwe ploeg. En we verwachten wel dat Gent, Anderlecht, De Brugge, Henk... Zullen we toch wel in de PF1 gaan raken, dus daar mogen we er ook wel in raken, zeker. Want dat zijn nog wel onze toestellingen, Pozuelo. We gaan een keer onderhandelen over 16 miljoen euro. Ik ga een keer 20 miljoen euro proberen te vragen. Misschien lukt het. Misschien lukt het niet, maar if you never try, you never do. Ja. Oké, okay, we zitten hier in het kantoor van KRC Henk. Fijn dat je kon komen, laten we gaan zitten. Oké, okay. Dat zeg ik. Hier het truitje van 24, Pozuelo. En weet je nog dat het bij Anderlecht de donker was? We gaan eerst een nieuwe transfersom voorstellen. Oké. Okay. En we gaan naar 20 miljoen euro. Dat dat enorm veel geld is voor Pozuelo, maar ja, 25 jaar en zijn alles 78, algemeen 78, dat is enorm veel. Dus we hebben een nieuw prijsje van, een prijskaartje van 20 miljoen euro ingediend. En de manager zegt dan van, ja, dat is meer dan wat bereid zijn om te betalen, 16.700.000 euro. Oké, okay, dan accepteren we, dat is ook veel geld, dat is nog altijd meer dan zijn huidige waarde. Dus daar hebben we toch wel al winst op. En dan gaat het transferbudget ook enorm verhoogd zijn. Dan kunnen we ook meer nieuwe spelers doen. Het is wel spijtig dat die weggaat. Maar ja, het is beter. Ja, we investeren in jongere talenten. En nog jongere en nieuwere talenten. Ik denk dat we wel echt gedaan hebben. Bedankt voor de kijk. Ik zie je terug in de volgende aflevering. Dag. Vergeet me niet te volgen op Snapchat. Dames en heren, Prosper97. Daar zie je alles van FIFA Match of video's maken. Hoe de datum, wanneer dat uitkomt, het nieuws. Dus volg me op Snapchat. Dank voor de kijk. Ik zie je terug in de volgende video. Dag. En nu kan je een van de andere recht. Salut.